Roberto, dankjewel. Ik denk dat ik bij deze Roberto toch het woord weer ga geven. Ik kan gewoon geen woord meer uitbrengen. En ik ben zo geraakt door Roberto's verhaal. Door alle verhalen. Maar van Roberto, daar kan ik me in inleven. Ik zie mijn moeder voor me. En ik wil niet Roberto's verhaal betrekken op mij. Maar het zijn dingen die allemaal gebeuren. Die gebeurd zijn. Ik voel het... Ja, sorry. Roberto, wil jij even het woord overnemen? Ja, hij doet het. Oké, jongens, we moeten het We moeten naar het einde toe, want we staan hier te lang. But I don't give a fuck, because we're taking our space. Oké. Dankjewel Jacinta voor het uitspreken daarvan. En Jacinta weet dat zij ook een van mijn moeders is. Want in Afrika heet je tante en de vrouw die erbij om de hoek woont ook moeder. Omdat alle moeders voor alle kinderen zorgen. Wij gaan dit nu afronden en wij willen deze demonstratie graag afsluiten met een klein ritueel. En we hopen dat je mee wilt doen. Als je dat niet wil, is dat ook goed. Het is aan jou. Maar we gaan iedereen vragen om te knielen en onze vuist in de lucht te doen. En dan gaan we 2 minuten echt stil te houden. En 2 minuten is veel te weinig, maar we gaan nu 2 minuten doen. Voor alle mensen, al die generaties... Al die mensen die hebben geleden en lijden onder racisme. 2 minuten stilte, opdat er niet meer mensen hoeven te volgen. Leiden, bedankt. Dan is hierbij het protest afgelopen. Wij willen alle sprekers bedanken. Iedereen die heeft geholpen. Iedereen die gekomen is. Alle mensen die eraan hebben bijgedragen dat wij dit statement hebben komen maken. En ik weet dat die 2 minuten voor sommige mensen misschien een beetje lang was. Dat het een beetje zwaar ging worden voor je schouder. Maar blijf doorgaan. Blijf die vuist in de lucht houden. Blijf staan. Blijf schreeuwen. Blijf je uitspreken. Because black lives... Asari...